Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen. Welkom bij In het Theater. We nemen u mee in de wereld van toneel, muziek, dans en cabaret. Met reportages waarin gevestigde sterren en aanstormend talent hun verhaal doen. In het Theater, voor iedereen die wil weten wat er speelt. Met vandaag aandacht voor Dolf Jansen met Altijd Verder. Strikt ja, buiten mijn wil om met al mijn verf in een heel nieuwe volgorde geplaatst. En de voorstelling Amateurs van regisseur Wannie de Wijn. Laatste klein stukje. Maar eerst is het tijd voor Dolf Jansen. Altijd Verder is een voorstelling over waar het leven ons brengt. Over durven af te slaan en een spannende route te nemen. Ik ben Dolf Jansen en mijn voorstelling heet Altijd Verder. Die man die jullie daar zagen met dat prachtige, afgetrainde, pezige lichaam. Die man is 46, dat zou je niet zeggen, maar die man is 46. Altijd Verder is een voorstelling die eigenlijk is ontstaan omdat ik een paar jaar geleden een boek heb geschreven dat ook Altijd Verder heet. Het boek gaat over mijn leven als hardloper. Dat is een prachtig lichaam, vriendin. Dat is een prachtig lichaam. Ja, maar hij wil er echt zo uitzien. Hij is niet ziek, hij is afgetraind. Dat is wat anders. Zonder een paar verhalen in, staan een paar verhalen in waarvan ik denk die zijn leuk om te vertellen. In plaats van ze alleen maar op te schrijven. Uit dat idee is ontstaan om een voorstelling te maken die gaat over wat hardlopen voor mij betekent. Hoe dat mijn leven beïnvloedt. En uiteindelijk is dat een voorstelling geworden die althans voor een deel gaat over wie ik ben geworden. Van jongetje van 15 die ging hardlopen tot pezige man van 46. En wat ik ben, zit verborgen in dat afgetrainde pezige lichaam van 46. Verborgen erin zit een jochie van 15. En die jongen van 15 die durfde niks, die kon niks, die zei niks, die was verlegen, die zou nooit tegen mensen zijn gaan praten. Nog niet. En wat ik prachtig vind, is dat uit dat jochie van 15 deze rasartiest tevoorschijn is gekomen. Die ook wel eens voor grotere zalen staat. Ik vind dat werkelijk. En daarnaast hou ik me bezig met wat er in de wereld gebeurt. Vind ik dingen van die er gebeuren, maak ik cabaret en stand-up en dat soort vormen. En dus heb ik heel veel grappen en heel veel materiaal die, wat gaat over wat er nu gebeurt. Weet je waar we bang voor worden? Weet je waar we bang voor worden? Als er wat gebeurt in Nederland, dan worden we bang en hebben we leiding nodig. En wie is aan het balkende? CDA gaat campagne voeren voor de volgende verkiezingen met een hele grote hete luchtballon. Met erop het hoofd van onze premier. Ja? Dat is het hoofd van Balkenende gevuld met hete lucht. Dat is symboliek, dames en heren. Symboliek! Van Jan-Peter Balkenende naar beneden. Dus het is uiteindelijk een cabaretvoorstelling die ook raakt aan mijn leven als loper en aan mijn leven überhaupt. Dus het is een persoonlijke voorstelling. Als je het doet, weet je wat ik bedoel? Als je het niet doet, heb je geen idee. Het is ingewikkeld. Om uit te leggen, het is niet ingewikkeld, maar om uit te leggen, het is ingewikkeld. Mindfulness. Mindfulness is eigenlijk heel lang naar een rozijn kijken tot je jezelf herkent. Dat is eigenlijk wat mindfulness. Dat is ingewikkeld. Heeft hij niet nodig? Wat heeft hij niet nodig? Dat vind ik het mooie. Hij heeft zijn eigen methode. Wat hij doet, is elke dag weer op 30, 1 dag heel lang een pering aan het lopen en weer terug. Elke dag weer. Hij zoekt zichzelf al lopend. Heel soms komt hij zichzelf tegen. Tuurlijk wel, hij zal zichzelf nooit vinden. Hoe ik aan het hardlopen gekomen ben, is mede het verhaal van de voorstelling. Waarom gaat een jongen van 15 zonder enige reden hardlopen? Dat is een deel van het verhaal van de voorstelling. Er was eigenlijk geen reden voor. Uiteindelijk kom ik tot een aantal redenen die te maken hebben met dingen voelen, met zelfvertrouwen, met indruk maken op misschien de meisjes, misschien op mijn vader, misschien op iemand anders. Het heeft met heel veel te maken en lopen beïnvloedt nog steeds mijn leven heel erg. Het feit dat ik elke dag in het theater binnenkom, me omkleed en gelijk weer weg ben, laat zien dat het lopen voor mij zeker zo belangrijk is als andere dingen. En daar gaat die voorstelling over. En die verhalen blijken heel, ja, heel grappig en heel leuk zijn om te vertellen. Jennifer zegt, see you in 10 minutes. Poef, en toen gebeurt het volgende. Strikt ja, buiten mijn wil om met al mijn verven in een heel nieuwe volgorde geplaatst. En dat is... Ik moet nu stoppen, ik moet nog 80 voorstellingen maken. Ik denk dat de basis van wat ik in cabaret doe al 21 jaar is geïnteresseerd zijn. Dat kan je ook geëngageerd noemen met een jaren 70 woord. Geïnteresseerd zijn, betrokken zijn en soms verontwaardigd zijn, soms blij zijn. Emoties die ik voel bij dingen die gebeuren in de wereld, dat inspireert mij. Moslims wilden IKEA opblazen en niet te vergeten, de mediamarkt. Zo'n idee, moslimterrorisme, zo'n bomgordel in de mediamarkt. Ik ben toch niet gek, nee! Dat is zowel een krant lezen als op internet of op andere manier het nieuws tot mij krijgen, als gewoon mensen spreken en dingen meemaken. Dat is de basis van mijn inspiratie. Ik maak dingen mee, ik zie dingen, ik vind daar dingen van en daar heb ik het over. 12 jaar, dat is zo'n dwerg, heeft zichzelf van school uitgezocht. Flikker nou toch op, eerst is anderhalf jaar weg geweest, heeft ze even rond de wereld gezeild, een beetje stilgehouden.
Wat moet zo'n meisje dan tillen? Ik denk die jongens ook die heel goed bootjes aandoet in de branding. Denk erover na, maar goed. Mensen weten een beetje wie ik ben, weten een beetje wat mijn energie is. Die energie, die vorm die ik de afgelopen 20 jaar heb gebruikt met Lebbers en Alleen, die zit erin. Het aardige van altijd verder vind ik dat het persoonlijker is, dat het veel meer over mezelf gaat en daarmee ook weer raakt aan wat andere mensen meemaken. En dat er een man op het podium staat die ook opeens een verhaal durft te vertellen, die ook opeens meer rust durft te nemen dan mensen voor me gewend zijn. Uiteindelijk is het 1:35, 1:40 heel veel lachen en heel veel energie en heel veel lol. Maar er zitten een paar dingetjes extra in waardoor dit de beste voorstelling is die ik tot nu toe gemaakt heb. Dus als mensen dat niet geloven, dan moeten ze zeker komen. En als ze wel geloven, dan moeten ze wel komen. De machtigste man van de wereld is een neger. De snelste man van de wereld is ook een neger. De beste golfer van de wereld is ook een neger. En de beste schaatser van de wereld, dat is ook een neger. Ja, ik denk dat als de jongens ook nog gaan rappen en basketballen... Dit was Dolf Jansen. Later in het programma nog aandacht voor amateurs. Ik herken absoluut wat je als, dat zul je ook wel herkennen, van dat je het leuk met elkaar wil hebben. Dat mensen het voor een hobby doen, dus ze willen het leuk en gezellig hebben. Waarom moet het dan opeens zo zwaar en zo moeilijk? Ik bedoel, het was altijd gezellig op een repetitie. Nou, we lachen ook nooit meer. Maar wil je verder of wil je, het is net als met sport. Je kunt sport doen voor de lol, maar je kunt het ook doen omdat je toch wel fanatiek bent. Omdat je wilt winnen en dat je daarin hard wilt trainen. En dat verschil en die verschillende ambities die kunnen gaan botsen. Dit is Later, nu eerst wat theatertips. In het voorjaar van 2009 voerde de eerste theatertour, genaamd Acoustere, Jaap, Jan en Jaap, oftewel de drie J's, langs 30 kleine zalen. En dat was een groot succes. Een nieuwe theatertour kan dan ook niet uitblijven. Plus Zweet en Tranen is te zien op 16 april in Emmeloord. Laat mij naar je luisteren, zolang ik maar wil, tot de dag dat de wereld weer draait en de wind. Onno Innemee heeft zijn beste vrienden en familie uitgenodigd in een landhuis ergens in Limburg. Hij vermoedt dat een van hen hem wil vermoorden. Maar wie en waarom? Deze eenpersoons cabaretklucht wordt alleen door Onno Innemee gespeeld en is nog te zien op 16 april in Lelystad. Even één ding met elkaar afspreken. Ik hoef geen medelijden of zo. Ik ben niet zielig of... Nee, ik kan me prima voor mezelf zorgen, dus ik ben niet zielig. In de Caracal van Olga Zuiderhoek wacht een vrouw op één bijzonder telefoontje. Van een man met wie ze een jaar geleden een afspraak had dat hij binnen een jaar zou besluiten voor haar te kiezen of niet. Vanavond is het de laatste dag van dat jaar. Drie dagen, geen nachten. Ik vond hem aardig meer dan ik wist dat bestond. Hij mij ook. Ben je niet boos genoeg? En straks meer tips. Nu is het eerst tijd voor amateurs. Amateurs gaat over een amateur toneelgezelschap, maar wordt gespeeld door professionele acteurs. Actie. De avond valt en breekt de nacht. En weer heb ik de hele dag voor niets op jou gewacht. Ik ben Jorik Zwart. Ik speel de rol van de professionele regisseur Albert in de voorstelling Amateurs. En ik ben Saskia Bonarius en ik speel Nelleke, ook een van de leden van het amateurgezelschap. Is er muziek voor de warming-up? Anders heb ik nog wel wat bij me. Ja, maar we gaan eerst praten. Oh, toch niet meer zo lang, hè? Ik heb echt zin om wat te doen vanavond. Ik ook. En we gaan ook wat doen en we gaan heel veel doen, maar we gaan eerst praten. Amateurs gaat over een amateurgezelschap. Die al jaren samenwerken. En ze hebben nu besloten om wat dieper te gaan, wat verder. En hebben daarvoor een professionele regisseur gevraagd. Kom op, jongens. Stop. Spring niet. Hoort eerst mij aan. Albert, het gaat niet zo goed. Ik versta niet. Luister. Het zal u echt niet beter gaan wanneer u zich voor het even maar eens zonder mij van uw gezicht ontheen. En daar zijn ze nu hard mee aan het werken. Over 3 weken is de première, of de enige voorstelling, want zo gaat het natuurlijk met amateurvoorstelling. En tot nu toe is het nog allemaal niet heel denderend gegaan. En wat dan nog, mee?
mensen! We zitten midden in een belangrijke, essentiële discussie en nu gaat het over roken. Waar zijn we nou verdomme mee bezig? Ik herken absoluut wat je als, dat zul je ook wel herkennen, van dat je het leuk met elkaar wil hebben. Dat mensen het voor een hobby doen, dus ze willen het leuk en gezellig hebben. Waarom moet het dan opeens zo zwaar en zo moeilijk? Ik bedoel, het was altijd gezellig op een repetitie. Nou, we lachen ook nooit meer. Maar wil je verder of wil je... Het is net als met sport. Je kunt sport doen voor de lol. Maar je kunt het ook doen omdat je toch wel fanatiek bent. Omdat je wilt winnen en dat je daarin hard wilt trainen. En dat verschil en die verschillende ambities die kunnen gaan botsen. Wat wil je nou horen, Henk? Dat het allemaal beter was toen jij nog regisseerde? Nee, ik zeg alleen maar dat het volgens mij allemaal niet zo moeilijk hoeft. Misschien is het gewoon wat te hoog gegrepen. Ik snap eerlijk gezegd ook nog steeds niet precies waar het stuk nou over gaat. Ik heb een scène als Nelleke, de regieassistente, die eigenlijk niet meer wil spelen, want ze vindt het doodeng. Maar toch gedwongen wordt om te spelen, omdat een van de andere speelsters wil maar niet eens komen opdagen vanwege migraine. Dus ze doet dan maar de tekst. Ik speel niks. Nee, niet spelen. Gewoon zeggen. Heel goed. Actie. Weltrusten. Jezus. Maar met het zeggen van die tekst slaat het naar binnen. En door het naar binnen te laten gaan, wordt het ineens heel waarachtig. En speelt ze het eigenlijk heel mooi, dat bijna buiten zichzelf om. En dat vind ik wel een hele leuke scène, omdat het ook iets blootlegt over het wonderlijke van spelen, van toneelspelen. Ik ben ervan gaan houden, vrees ik. Van de kou, de leugen, het verdriet. Ik vind de loop-scène de leukste. Tenminste, ik heb de hele repetitieperiode... Speelt hij niet eens in? Ik speel er niet in, dus ik kijk er alleen maar naar. We gaan naar boven. Jullie kunnen toch maar heel even hier blijven. Even kletsen, vindt Erik ook gezellig. Vindt hij niet? Dat zegt hij net zelf. Een lekker kampeltje, Erik. Man, dat zegt hij alleen maar. Erik heeft echt geen zin om met twee seniele bejaarden te kletsen. We gaan naar boven. Jullie kunnen toch maar heel even hier blijven. Schrijf jij zo in voor de kinderen. Erik, lekker kampeltje. Mam, alsjeblieft, we willen naar boven. Heel even kantig wel, Jul. Erik. Gezellig. Er wordt een scène gespeeld en op een gegeven moment zit dan herhaling in de scène. En op een gegeven moment gaat het mis en blijft hij maar herhalen. En ik heb echt de hele repetitieperiode niet met droge ogen naar die scène. Nee. Lekker kampeltje, Erik. Stop. Jongens, ik heb een dijk van de déjà vu. Wat is er aan de hand? We zitten in een loop. Ja. Als mensen naar amateurs komen kijken, dan weet ik zeker dat ze echt een fantastische avond hebben. Dat het een hele rijk gevulde avond is. Omdat het vreselijk om te lachen is. Af en toe een beetje om te huilen is. En dat er hele mooie beelden in zitten. Ja! Hij doet het weer! Kom maar, hij! Alleen op het laatste klein stukje! Het gaat vanzelf, zit ik er zo in! Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ali, zo kan ik toch niet werken! Hele mooie muziek. Er zitten prachtige liedjes in. Dus het is echt, je kunt je helemaal laten gaan. We pakken het op na de kus, hè? Jammer. Dag, grapje. Dit was Amateurs. Nu weer meer theatertips. Comedykoning John van Eert is de laatste jaren goed voor de grootste en leukste successen in de theaters. Ook dit seizoen heeft hij weer een nieuw lachlustopwekkend stuk voor u. Oranje Boven speelt zich af in de personeelsvertrekken van het Koninklijk Paleis. Heeft op zijn minst zo'n grammetje verstand in zijn kop. Maar bij jou is het zo'n liter pak van Nierfla. Het oordeel is al snel geveld. Een 40-jarige die een liefdesverhouding aanknoopt met een 12-jarig meisje deugt natuurlijk niet. In het toneelstuk Blackbird van de Schotse auteur David Harrower blijkt dat het wellicht niet altijd zo zwart-wit ligt. Te zien op 16 en 17 april in Almere. Hey. En dan stopt bij mij echt het revolutionair denken, hoor. Laura van Dolron schrijft, regisseert en speelt haar eigen voorstellingen. Stand-up filosofie, zo omschrijft ze haar werk. Oftewel snelle montagevoorstellingen waar vragen en antwoorden over elkaar heen buitelen. Iemand moet het doen, speelt op 23 april in Almere. Ik wil helemaal geen seks. En ook geen seksuele bevrijding. Ik wil eigenlijk liever bevrijding van seks. Kan dat ook? Wilt u meer theater zien? Kijk dan op www.innetheater.nl.
Hier kunt u de leukste filmpjes bekijken en nog eens wat stukjes van uw favoriete voorstelling of acteur terugzien. www.innettheater.nl voor alle fans van toneel, muziek, dans, cabaret, musical en opera. Volgende week onder andere aandacht voor Droog Brood. Voor meer informatie kijk op www.innettheater.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen.